Ik ben Chesto en welkom bij een nieuwe video hier op mijn kanaal. Chesto, vandaag ga ik een video maken die echt alleen maar over mij gaat. En die video heet 10 dingen die je niet van mij wist. En de titel zegt al, ik ga jullie hier dingen vertellen die jullie nog niet van mij wisten natuurlijk. Anders maak ik deze video niet. En het zijn dingen die in mijn privéleven, buiten YouTube spelen dus, en mijn schoolleven. Laten we daarmee gaan beginnen natuurlijk. Allereerst dingetje. Is, ik lust geen cheeseburgers. Ik had het laatst getweet en ik vind het echt te ranzig om te eten, want dat kaas wat erop zit is zo fucking plasticachtig dat ik het gewoon niet lekker vind en ik lust geen hamburgers. Nummer 2 is dat ik altijd, maar ook echt altijd te vroeg ben overal. Ik ben in mijn 3 jaar schooldinges, dus dat ik al 3 jaar op school zit, geen 1 keer te laat gekomen en fucking, ik weet niet hoe ik het voor me krijg, maar ik ga altijd een half uur van tevoren weg. Maar nu doe ik dat meestal gewoon 20 minuten of zo, omdat ik weet dat ik het red. Maar ik vind het gewoon chill om overal op tijd te zijn. Ik ben overal gewoon te vroeg. Dus stel ik spring met iemand af om 2:30, ben ik daar gewoon 5 minuten van tevoren. Zodat, ja, ik niet te laat kan komen. Nummer 3 is dat sommigen die nog niet weten, mijn beugel er al uit is. Ik nu een nachtbeugel heb, ik ga hem even pakken. Hier zit mijn nachtbeugel altijd in. Kijk, het is zo'n heel raar bitje. De meeste mensen die een beugel hebben gehad, hebben dat ding natuurlijk. En nu heb ik ook zo'n spalkje achter mijn tanden. Dus dan weten jullie dat ook weer. Nummer 4 is dat ik een monsterverzameling heb. En die heb ik natuurlijk wel al een paar keer in mijn video kunnen zien. Ik weet niet of je het ziet, daar zo. Kijk, daar zo. Ik heb een monsterverzameling. En ja, hier staan alsnog een paar lege blikjes die ik dus daar heb liggen. En nog bij die stapel toe zetten. Oh. Maar zoals je natuurlijk al weet, heeft Monster een nieuwe smaakje. Dus die ga ik binnenkort uittesten. En zul je wel een keer als ik aan het livestreamen ben zien drinken. Nummer 5 is dat ik elke iPhone heb gehad die er op dit moment is geweest. Althans, niet elke, want ik begon bij de iPhone 3. Toen kreeg ik de iPhone 4, toen kreeg ik de iPhone 5 en nu heb ik de iPhone 6. Ik heb het dus niet over de 6S en de 6S Plus. Die heb ik niet gehad, maar ik heb gewoon elk nummertje gehad op dit moment. En nu is het wachten tot de iPhone 7. Feitje nummer 6 is dat ik verslaafd ben aan Skittles, zoals jullie hier zien. En Skittles zijn echt fucking, maar ook echt fucking lekker. Het zijn gewoon hele lekkere snoepjes. En ja, ik eet daar niet elke dag van. Maar sowieso wel 1 keer per week eet ik wel zo'n heel zakje leeg. Ik weet dat Tom, oftewel Phoenix, hier ook verslaafd aan is. Dus Tom, let's go. Ik geef hem de box, ouwe. Bam. Feitje nummer 7 is dat ik altijd mijn tas 's ochtends pas inpak voor school. Eigenlijk zei mijn moeder dat ik dat elke avond moest doen. Maar ik heb er nooit zin in om dat 's avonds te doen. Ik doe het altijd 's ochtends natuurlijk. Feitje nummer 8 is dat ik als 's ochtends mijn wekker afgaat om 6:30 altijd mijn telefoon hier zo laat opladen zoals je daar ziet. En dan direct weer mijn bed terug inga om nog even te slapen. Terwijl ik mijn wekker om 6:30 heb staan. En dan word ik om 7:00 uit mijn bed geroepen door mijn moeder. Dus waarom ik die wekker überhaupt zet, is eigenlijk gewoon om mijn telefoon op te laden. En tja. Feitje nummer 9 is dat heel mijn huis nog ergens vol ligt met deze elastiekjes van mijn ortho. Want ja, ik heb ze niet natuurlijk altijd gedragen en ik kreeg altijd nieuwe mee. Dus ik weet niet, voor de mensen die nog naar de ortho gaan en je hebt elastiekjes nodig, DM me even op Twitter. En ja, wie weet krijg je wel zo'n zakje van mij als je die wil. Oh shit. Als je die wil hebben, kijk, er zit nog helemaal vol. Helemaal vol met elastiekjes. Dus ja, ik had altijd de Moose. Ik heb ook nooit andere gehad. En jongens, deze dingen zijn echt shitty als fuck, dus weg ermee. En we gaan door naar het laatste feitje. Het laatste feit is natuurlijk dat ik van Nike pak hou. Zullen jullie wel weten wat ik al vaak in mijn vlog heb gezegd. Zoals je nu ook weer ziet, heb ik ook weer één aan. Hier, bam. En hier is de broek. Maar er is één probleem met deze broek. Ik ben ooit in de kou gaan zitten op school. En tja, ga maar kijken. Ik weet niet of je het kan zien. Maar er zit dus hier zo ergens een zwarte vlek. Ja, hier, kijk, dat is van de kauwgom. Dus, voor degene van wie de kauwgom was, fuck you. Dit was weer de video. Mocht je van deze video, laat je blauw duimpje omhoog achter die leuk. Abonneer voor meer. En dan zie ik jullie morgen weer bij 2 nieuwe video's, jongens. Bedankt voor het kijken. Tot de volgende keer. En doei.